Because music matters. Oh nee, modern musical luxury. Dat is in ieder geval de nieuwe slogan van Marantz sinds de introductie van deze 30-series. Maar ja, de 30-series is niet eens echt nieuw. Het is namelijk een model uit de jaren 70. Maar voordat we daar verder naar gaan kijken, eerst even een blik op de 30-series. Zoals we al zeiden, de 30-series is niet echt een nieuwe serie van Marantz. Het is namelijk een serie uit de jaren 70 en het was hun eerste geïntegreerde versterker. En het was een soort statement van wij kunnen een goede geïntegreerde versterker maken met hoogwaardige componenten voor een nette prijs. Nou, deze nieuwe 30-series moet dus in de voetsporen treden van een soort van legende. En om dat te doen hebben ze natuurlijk wel een paar regels te volgen. Denk aan de porthole in het front. Dat is dat mooie ronde glaasje en vroeger kon je daar de temperatuur op aflezen. En als die op een bepaalde temperatuur was, dan was de klank optimaal. Dat is eigenlijk nog steeds zo, alleen gaat het wat sneller. Nou, verder is er natuurlijk de symmetrie van de versterker en van de sacd 30 n waar we zo over gaan praten. En heeft het een bepaalde marans klank. Nou, die marans klank, dat is natuurlijk altijd wel een ding geweest... Ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. Er zijn legio mensen die het fantastisch vinden. Maar die Marantz klankt een beetje warm, een beetje vloeiend. En ja, ik denk altijd aan een soort jazzclub als ik aan Marantz denk. Maar ja, misschien zit ik er wel helemaal naast. Die nieuwe Model 30 van Marantz dat is natuurlijk niet een kopie van het model uit de jaren 70. De nieuwe Model 30 heeft alle moderne technieken aan boord die je vandaag de dag mag verwachten op gebied van versterking. Dat houdt in dat er twee voedingen in zitten. één ringkern voor de voorversterker en een SMPS, switch mode power supply, voor de eindversterker. Een eindversterker is een klasse D model, N-Core. En die kennen we onder andere van de 14 series en ook de 10 series als ik het goed heb. Alleen heeft die er twee per kanaal en hier is er één per kanaal gebruikt. Dat heeft als reden dat deze niet volledig symmetrisch is opgebouwd. Dus niet balanced is van opbouw, maar single-ended van opbouw. Je hoeft dus ook geen balanced aansluitingen te verwachten op deze Model 30. Alleen single-ended. Dus single-ended inputs, single-ended outputs. Nou, single-ended in zijn er genoeg. Even tellen: 1, 2, 3, 4, 5, inclusief een recorder input, een recorder output, een pre-out, een uh, power amp in en er is daar die phono stage. nou die phono stage is even een verhaal apart. Um, het is namelijk mm en en de mc modules uh, ja de MC input kan je in impedantie wisselen. Je hebt dus een low, een medium en een high impedance. De low impedance, ik moet even spieken, is 33 ohm. De medium impedance is 100 ohm. En de high impedance is 390 ohm. Dus het is best wel flexibel. Dus je kan aardig wat cartridges combineren met de Phono Stage van deze Model 30. Nou, verder zien we natuurlijk flinke terminals aan de achterkant om speakers op aan te sluiten. Dus, nou ja. Qua, qua aansluitingen en qua looks vooral. Ik vind het echt een fantastische look die deze versterker heeft. Het is klassiek, maar toch modern. Dat is heel erg knap gedaan. Het is, het, ja, ze hebben die balans wel aardig uh, goed weten te houden. Dan gaan we nu naar de SACD30N. 30, uh, SACD30N. Uh, Daar is natuurlijk vanuit Alfa Audio iets meer over te vertellen. We zijn immers een platform wat focus heeft op streaming audio. De SACD30N is niet helemaal gelijk aan de DCD 2500 van Denon, als ik het goed heb, de DCD, het SACD-speler van Denon. Die was 2500 euro, deze is 3000 euro. En de Marantz biedt ook iets meer en heeft nog een extra uh, uh, trick op het sleeve, om het maar zo even uit te drukken. Um, Allereerst is het ook een streamer, dus er zit heel zin gebouwd. En dat is al een groot verschil met de Denon die alleen een cd-speler was of SA cd speler Nou is het loopwerk wel hetzelfde, dus je hebt hetzelfde loopwerk wat Denon ook gebruikt. Wat SHCD afspeelt, cd afspeelt, dvd-rom en cd-rom. En dan kan je dus ook files afspelen. Achterin zit ook een usb-poort bij deze waar je, je gewoon direct de files kan afspelen. En naast dus de streamer en het loopwerk... Um, deze heeft ook digitale inputs, dus je kan hem ook als een dak gebruiken. En dat was bij de Denon niet. En dat vonden we bijzonder jammer, want het is gewoon prettig om een apparaat te hebben wat, ja, gewoon een, waar een mooie converter in zit. Waar je dus ook gebruik van kan maken bij andere apparaten. Denk aan je TV. Daarnaast gebruikt deze Morans uh, SACD 30N ook de MMM-technologie, de Morans Musical Mastering. Musical Mastering. Ja, ik had hem in één keer goed. De MMM Technologie Barrans Musical Mastering. Uh, voor DA conversie. Nou, wat dat MMM wil zeggen, is dat alles wat erin gaat. Of het nou vanaf het schijfje komt, of vanaf het streamingnetwerk komt. Alles wat erin gaat, wat digitaal is, wordt omgezet naar DSD. Quad DSD, om precies te zijn. Dus alles wordt naar DSD 512 of 11,2. 2 megahertz, toch? 2,8, 5,6, 11,2. Ja, 11,2 megahertz. Maar als het een 48 kilohertz file is, wordt het ook keer 4 gedaan. En dan kom je op 12,28. Afgerond 12,29. Dus het houdt rekening met je sampling. rate. 44,1 wordt omgezet naar uh, 11,2. En 48 kilohertz wordt omgezet naar 12,9. 29, 12,28, ja, 12,29. Dat heeft als voordeel dat, ja, volgens mij krijg je een analogere weergave, wat dat ook mag zijn. Um, het is natuurlijk een beetje gek om, daar, om het over analoge weergave te hebben, maar DSD heeft een aantal voordelen. En DSD heeft trouwens ook een paar nadelen, maar. Marans gelooft erin dat als alles naar DSD gaat, dat je uiteindelijk een mooiere conversie krijgt. Nou, dat, dat omzetten gebeurt met 32-bit floating point berekeningen. Dus er is nagenoeg geen sprake van afrondingsfouten. En uiteindelijk kunnen ze het dus met hun eigen converter weer omzetten naar analoog. En dat is heel knap, want er zijn maar heel weinig fabrikanten die hun eigen uh, DA-conversie doen. Uh, Mola Mola, Grim, uh, Metrum, MSB. DCS, maar dat zijn dus allemaal ultra high-end fabrikanten waar je het over hebt. En dat Marantz dus zijn eigen converter heeft, is wel echt een ding. Dat is gewoon knap. Dat is dus de SACD30N. MMM, DA-conversie, eh, streaming, eh, DA, of, digitale inputs, digitale outputs, eh, eigen loopwerk waar je van alles mee kan doen. De versterker, twee voedingen klasse D, UCD, ja, UCD, ja, Encore. Encore gebruiken ze. Uh, en twee voedingen dus voor de preamp en de poweramp. En je hebt een hele mooie phono stage. Nou, allemaal leuk en aardig, maar hoe klinkt het nou? Nou, verrassend anders dan we hadden verwacht. Want uh, dit zit qua prijs net boven de 14 series, de special edition. En het zit net onder de prijs natuurlijk van die 12 series, die, ja, fors duurder is. En de 10 series al helemaal. Maar. We hadden niet zo heel veel met de 14-series. Beetje ja, gezapig, niet zo heel spannend en uh, ja, ja, een beetje, beetje saai eigenlijk gewoon. Dit is niet saai. We hebben uh, uh, geprobeerd op drie luidsprekers, de Bowers Wilkins 805 D3. Een vrij lastige speaker, maar wel een hele bekende speaker. Uh, de Dali Rubicon 6 de speaker, niet heel lastig aan stuurbaar, maar ja, je moet dat lager wel goed krijgen. En onze eigen natuurlijk Focal Sopra 1, die we door en door kennen. En op alle drie was duidelijk de speaker hoorbaar. En dat is wel een, uh, een kracht die niet elke versterker heeft. Dus bij die Bowers hoor je gewoon echt de Bowers sound. Bij de Dali hoor je echt de Dali sound. En bij de Focal hoor je echt de Focal sound. Nou, wat wil dat zeggen, is dat deze versterker eigenlijk de speaker laat horen. Dus de matching met de speaker is weliswaar altijd belangrijk, want je moet wel een fijne sound krijgen. Maar het is niet zo dat hij altijd zijn eigen sausje eroverheen gooit. En dat zal misschien uh, debet zijn aan de Encore uh, techniek die erin zit, wat gewoon een hele transparante eindversterker is. Nou, we hebben alles gesampled, dus wil je horen wat het doet, dan kan je onze samples downloaden of beluisteren op YouTube... Um, we bedanken je weer voor het kijken. De volledige review, die komt natuurlijk nog helemaal uitgeschreven. En wel, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer op ons YouTube-kanaal. En we hopen je heel snel weer terug te zien. Bedankt!